Een huis kan veel over iemands persoonlijkheid zeggen, maar de huizen in deze lijst zijn wel heel bizar. Welkom bij een nieuwe video en vandaag gaan we kijken naar de top 10 raarste huizen ter wereld. Zorg ervoor dat je blijft kijken tot het einde, want ik weet zeker dat jij nummer 1 echt heel erg raar vindt. Nummer 10, het Crofthuis. Deze woning herbergt een belangrijk werk van architectonische grootsheid en is erkend over de hele wereld. Het volgt een zeer minimalistisch maar modern ontwerp en bevindt zich in Victoria, Australië. Dit huis is ontworpen door James Stockwell, wiens idee het was om een huis te bouwen dat past bij het land eromheen, in tegenstelling tot veel van de andere huizen in deze lijst. Het is een gemakkelijk huis om te onderhouden, vooral door de materialen die zijn gebruikt om het te bouwen. Deze materialen zijn vrij ongebruikelijk en er werd onder andere zink gebruikt, evenals samengeperst zand, wat resulteerde in een verrassend stevige structuur. Het huis is omgeven door brede ramen van plafond tot vloer, waardoor veel natuurlijk zonlicht binnenkomt. Een geweldige eigenschap van het huis is dat het gebruik maakt van zonne-energie, wat het huis niet alleen groen maakt, maar ook de kosten van levensonderhoud verlaagt. Nummer 9. Falling Water. Dit huis is ontworpen in 1935 en is in de loop der jaren ongelooflijk populair geworden om vele redenen. Dit huis werd gebouwd boven een waterval, wat de belangrijkste attractie is van het huis. De woning werd oorspronkelijk gebouwd als een familieweekendhuis voor de familie Edgar Kaufman. De familie heeft het huis gebruikt tussen 1937 en 1963 als een eigen privéwoning en uiteindelijk werd het huis openbaar gemaakt voor toeristen en nu is het een populaire toeristische attractie geworden. Het huis zelf trekt meer dan 150.000 toeristen per jaar aan. Echter vertoont het huis nu verschillende tekenen van verslechtering, aangezien het al zo oud is. De buitenmuren worden regelmatig in de gaten gehouden en de fundering wordt regelmatig vernieuwd. Over het algemeen wordt de woning nauwlettend in de gaten gehouden om verslechtering te voorkomen. Helemaal aangezien het nu een toeristische attractie is geworden. Nummer 8. Het Klokkentorenhuis. Ik zou het zelf niet kunnen voorstellen om in een grote klok te leven, aangezien ik een wekker in de ochtend helemaal niks vind. Maar in Brooklyn, New York staat een iconische klokkentoren en werd omgevormd tot een prachtig penthouse gelegen in de wijk Manhattan. Het appartement maakte deel uit van een oud industrieel gebouw dat oorspronkelijk werd gebouwd voor een kartonfabrikant en het project was ontwikkeld door David Wallace, de man die achter het adembenemende penthouse zit. Dit penthouse van 2100 vierkante meter biedt je een 360 graden uitzicht over de stad met uitzicht op de Brooklyn Bridge in Manhattan. Het appartement met 3 verdiepingen heeft een plafond van 5 tot 15 meter hoog en zelfs een glazen lift. Het appartement kwam op de markt in 2009 en is het duurste appartement in Brooklyn. Het werd op de markt gebracht voor 21 miljoen euro. Echter is het nu gedaald tot 15 miljoen euro en is het niet bepaald een koopje. Maar kijk waarin je woont. Nummer 7. Het Flintstone-huis. Als je een Flintstone-fan bent of als je in een hele specifieke leeftijdscategorie valt, dan is dit een van de vetste huizen ooit. Zoals de naam al aangeeft, het is een reproductie van het huis van de Flintstones, een moderne familie uit stenen tijdperk. Dit huis is volledig functioneel met moderne voorzieningen, maar het heeft nog steeds de extreem ouderwetse charme van de Flintstones programma. Het huis van 250 vierkante meter bevindt zich in Malibu en is ontworpen door Dick Clark. Het huis is ontworpen om meer een kunstwerk te zijn dan een huis en is momenteel ongeveer 3 miljoen euro waard. Dit is zeker niet goedkoop, maar meerdere architecten werkten aan het huis en deden hun best om het iconische huis in realiteit te brengen. Het huis ziet er precies uit zoals in een tv-serie, van het vloer tot het plafond en de muren zijn zelfs zo gemaakt dat het op steen lijkt. Het bevindt zich op 28 hectare grond en heeft toegang tot een privéstrand en een fantastisch uitzicht. Nummer 6. Het glazen huis. Als je dit glazen huis van een afstand bekijkt, is het huis zeker niet zoals andere huizen. En het vereist een bepaalde persoonlijkheid en smaak voor degene die ervoor kiezen om erin te wonen. Deze woning is vooral voor mensen die niet te veel om een privacy geven. Het huis is volledig doorzichtig en laat vrijwel niets aan de verbeelding over. Alle muren zijn vrijwel vervangen voor ramen, waardoor iedereen in je huis kan kijken en getuige kan zijn van alles wat je doet. De architect die dit heeft ontworpen liet zich inspireren door traditionele boomhutten. Dus in plaats van traditionele verdiepingen te hebben, bestaat het interieur van het huis uit verschillende platformen. In het huis geef je het gevoel dat je in een boomhut klimt. Het huis is relatief klein met ongeveer 320 vierkante meter, maar het ontwerp biedt weer heel veel ruimte voor meubels en mensen. Gelukkig is deze buurt niet te druk, maar ik ben er vrij zeker van dat de buren niet zo enthousiast zullen zijn om te zien wat je binnen doet. Nummer 5. Het glijbaanhuis. Kan jij je voorstellen dat je opgroeit in een huis dat is ontworpen rond een 3 verdiepingen hoge glijbaan en waar je huis niet alleen een plek is om te wonen, maar ook bedoeld is als een leuke plek die gelukkige jeugdherinneringen koestert? Het glijbaanhuis in Tokio is gebouwd om zo'n plek te zijn.
Dit unieke huis in Japan is een rechthoekig gebouw met een trap die helemaal rond de ene kant van het huis loopt en alle drie de verdiepingen met elkaar verbindt. Een trap gaat rond de andere kant van het huis en op elke verdieping kunnen de bewoners beslissen of ze via de trap of de glijbaan gaan. Het is ontworpen door Level Architects en gemaakt voor een echtpaar met jonge kinderen die willen dat hun kinderen levenslange vreugdevolle herinneringen aan hun ouderlijke huis zouden hebben. Het belangrijkste woongedeelte bevindt zich op de tweede verdieping en daar is een afgesloten ballenbak in het midden van de leefruimte. Het hoge plafond in de woonkamer en keuken creëert grote ruimtes. Het huis zelf ziet er erg bescheiden uit, maar binnen wordt er heel veel plezier gemaakt. Nummer 4, het schelpenhuis. Sommige mensen vragen zich af hoe het leven zou zijn als je in een schelp zou wonen. Dit gigantische schelpenhuis staat in Mexico-stad en is gebouwd en ontworpen door Xavier Saint-Jean en werd gebouwd in 2006. Het huis heeft een gladde voorgevel en een gigantische muur van gekleurde mozaïeken die de leefruimte verlichten in een verbluffend regenboog-effect. Of je nu denkt dat het eruit ziet als een gigantische slak of zeeschelp, het huis is erg vreemd, maar het was eigenlijk ontworpen om op te gaan in een natuurlijke omgeving. Geïnspireerd door het werk van Frank Lloyd Wright werd het huis gedomineerd door gladde oppervlakken, wenteltrappen en natuurlijke beplating, waardoor het voelde alsof je woont in een schelp. Het huis is gebouwd voor een jong gezin met twee kinderen die het leven in een conventioneel huis beu waren en wilden wonen in een totaal andere woning. Nummer 3, het Carrot House. Dit is het dunste huis ter wereld, ontworpen door zijn Poolse architect Jacob en ligt in Warschau. Dit huis zit ingeklemd in een spleet en het Carrot House is meer dan 10 meter hoog, maar is tegelijkertijd slechts 92 cm breed op het smalste punt en slechts 1,52 meter breed op het breedste punt. Dit huis is gebouwd in 2012 en is wettelijk geclassificeerd als een kunstinstallatie, omdat het niet voldoet aan de Poolse huisvestingsvoorschriften. Het Carrot House is vernoemd naar Edgar Carrot, een bekende Israëlische filmmaker en auteur. De ijzeren structuur bestaat uit twee verdiepingen en heeft een slaapkamer, een keuken, een badkamer en een woonkamer. Het heeft twee ramen waarbij zonlicht ook binnenkomt via doorschijnende glazen panelen die de muren vormen. Het gehele interieur is wit geschilderd en de elektriciteit van het gebouw komt uit een naburig gebouw. Het huis heeft aangepaste water- en rioleringstechnologie en is niet aangesloten op de door de stad geleverde watersystemen. Vanwege zijn kleine formaat biedt het gebouw alleen plaats aan een kleine koelkast en gebruiken de bewoners een ladder om van niveau naar niveau te gaan. De toegang is via een intrekbare trap die wanneer gesloten is het woongedeelte wordt. Nummer 2, het Cliffhuis. Dit huis, compleet met een zwembad dat letterlijk onder een klif hangt, waardoor ingenieurs en architecten over de hele wereld aan hun kunnen gingen twijfelen. Maar is deze foto wel echt? Nou, het korte antwoord is nee. Het bestaat niet in de echte wereld, maar eerder een opvallend stuk digitale kunst gemaakt voor een reclamecampagne. Dit waanzinnige cliffhuis was een van de vele die door het reclamebureau JWT in 2013 is gemaakt. En het deden ze om constructieproducten zoals lijm te promoten. De campagne bevatte een lijn van Vester constructieproducten die verbazingwekkende en ongelofelijke prestaties leverden. De verschillende campagnes zijn nog te vinden op de social media pagina's van Vester. Ik heb het beste voor het laatst bewaard, maar eerst heb ik een uitdaging voor je die 5 seconden duurt. Als je kan liken en abonneren binnen 5 seconden, dan krijg je 10 jaar geluk. Probeer het werkt echt, ik beloof het. Nummer 1, het Paalhuis. Dit huis is even dramatisch als eenvoudig en is gebouwd door F2 Architectuur. Het huis kijkt uit over de grote oceaan van Australië en profiteert op een zeer ongebruikelijke manier van de locatie en spectaculaire uitzichten. Het perceel waarop het is gebouwd was duidelijk een uitdaging. De architecten kwamen met de meest intrigerende oplossingen. Ze bouwden een betonnen platform op een 13 meter hoge plaat en ze zetten het huis erop door het op te tillen. Maar er was ook een tweede uitdaging, aangezien er geen manier was om comfortabel toegang te krijgen tot het huis. Om dit probleem op te lossen bouwde de architect een smalle betonnen brug dat het huis met de heuvel verbindt. Vrij eenvoudig eerlijk gezegd. In welk bizar huis zou jij willen wonen? Laat het in de opmerkingen weten. Wil je meer video's kijken over bizarre huizen? Klik dan op een van de video's op het scherm. Zoals altijd, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.